Wilma. Dit is inmiddels alweer de vierde vlog voor het KVPS. In de vorige vlog was ik bij Jelmer Chardon. Daar hebben we kunnen zien hoe de verwerking van het sperma in zijn werk gaat. Heb je het nog niet gezien? Kijk het nog eventjes terug, want ik vond het ontzettend interessant. We gaan nu kijken wanneer het een merriehengstig is. Want wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, om het even simpel uit te leggen, wanneer een merriehengstig is, dan rijpt het blaasje op de eierstok. Dat noemen we een follikel. En wanneer die follikel ongeveer de grootte heeft van 4 tot 6 centimeter, dan barst deze open en dan komt de eicel vrij. Deze wordt opgevangen in de eitrechter en komt in de eileider terecht. Op dat moment kan een bevruchting plaatsvinden, maar dan moeten we natuurlijk wel insemineren. De beste tijdstip voor de inseminatie is ongeveer zo'n 1 tot 2 dagen voor het eind van de hengstigheid. Want dan vindt de eisprong plaats, ook wel ovulatie genoemd. Tegenwoordig maken we heel veel gebruik van veeartsen die een echo maken en het moment van insemineren dan exacter kunnen bepalen. In deze vlog kijken we mee met Geertje Zandstra. Zij is veearts bij Dierenkliniek Wolvenga en zij laat ons zien hoe ze een merrie insemineert. Geertje heeft het sperma alvast in een pipet met een spuitje gedaan. Nou, deze merrie is mooi hengstig. Mooi hengstig op de baarmoeder. Heeft een follikel van bijna 5 centimeter, welke mooi zacht aanvoelt. Dan gaan we vaginaal. De baarmoedermond staat mooi open. Dan brengen we de pipet mee naar binnen. Nou, en dan kunnen we het sperma in de baarmoeder brengen. Klein beetje lucht erachteraan, zodat al het sperma uit de inseminatiepipet ook en zo naar binnen gaat. Oké, maar goed zo. Dit was even in een vogelvlucht hoe het insemineren gaat. We gaan nu kijken hoe we een merriedrachtig scannen. Voelt een hele stevige baarmoeder. En de baarmoedermond zit potdicht. Voelt al een prachtige baarmoeder. Wanneer is deze merrie geïnsemineerd? 21 dagen geleden. En ze is drachtig. We hebben haar op rond 16 dagen een keer gescand. Was ze mooi drachtig. Nou, bij mijn vruchtje. Dat is die zwarte vlek. Dit is het vruchtje. Met 18 dagen is het meestal heel mooi rond. En nu vervormt het ietsjes. We kunnen nog niet echt een embryo zien. En hartslag ook nog niet, dan moet je iets verder zijn. Maar deze merrie is mooi drachtig. Altijd heel belangrijk is om de hele baarmoeder af te scannen. Kunnen er tweeën zitten, maar bij deze merrie niet. Ze is geovuleerd op één. Dus ze heeft één eisprong gehad, maar sommige merries ovuleren dubbel. Dan heb je het risico op een tweeling. En als je dat van tevoren weet dat ze dubbel is geovuleerd, dan moet je op dag 14, 16... moet je gaan scannen, zodat je één van de twee vruchtjes nog heel makkelijk weg kan knijpen. En dan heb je het grootste succespercentage dat andere vruchtje dat die het redt. En doe je dat pas later, dan heb je een vrij grote kans dat beide vruchtjes doodgaan. Mocht de merrie een dubbele eisprong hebben gehad, dan is het dus heel belangrijk dat je rond dag 14, 16 de merrie gaat scannen. Kijken of ze ook een tweelingdracht heeft. Als je het later doet, zitten de embryootjes vast en kun je ze niet meer uit elkaar halen. En je moet één van die twee embryootjes moet je krussen, noemen we dat. Die moet je uit tussen je vingers, moet je die pletten. Zodat ze drachtig wordt van één veulen en niet van een dubbel veulen. En als je dat na 60 dagen doet, kun je ze niet meer uit elkaar halen. En dan is de kans dat je ze beide kwijtraakt is groter. Nou, dat was de vierde vlog van het KVPS alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.